Wat? Oh, joh, ik heb een mijnschacht gevonden. Ik heb zo'n mijnschacht gevonden. Dit is super chill. Dit is very nice. Wat is het toch mooi in de Minecraft-wereld. Wauw, wat een mooi huis. Wat een mooie dame hier ook voor me. En wat ben ik zelf trouwens ook hartstikke mooi. Wat ben ik toch een mooie jongen. Jongens, wat leuk dat jullie kijken. Klik op het duimpje omhoog, want dat wil ik gewoon. Ik wil gewoon dat ik gewoon 20.000 duimpjes omhoog krijg. We gaan gelijk weer verder. Naomi is er dus ook bij. Hey, Naomi. Hey. Yo, jij bent zo lekker bezig geweest met die farm, joh. Kijk hoeveel eten wij hebben. Dit is toch absurd, jongens. Dit is toch absurd. Weet je wat ik gelijk even ga doen? Ik ga gelijk even een beetje oogsten. Want wie zaait, die moet oogsten. Dat zeggen ze altijd, toch? Ja, dat zal vast. Oké. Okay. Wacht, ja, ik krijg het nu wel. Vorige keer toen hakte ik ook alles. En toen was het blijkbaar nog niet helemaal rijp. Maar nu is dat het wel. Ik ga even de seeds pakken. En dan plaats ik het ook gelijk even terug. Ja. Oeh, nu hebben we eindelijk wiet, jongens. We hebben eindelijk wiet. We kunnen lekker een junko roken. Heerlijk. Haha. Hey, maar wiet, dat hadden we wel even nodig, hoor. Want nu kunnen we ook allemaal koeien naar ons toe lokken. En schapen en varkentjes. En dan kunnen we ook een leuke farm beginnen. Kunnen we lekker vet mesten. Ja. Yeah. Ik hou wel van de bio. Ik hou wel van de bio-industrie. Oké, dat moet ik niet zeggen. Hoeveel mensen zijn er echt heel erg op tegen. Maar in Minecraft mag het. Ja, in Minecraft mag je vet mesten. Oeh, we hebben ook een melon te pakken. Very nice. Oké, oké. En wat is dit? Oh, dit zijn die beetroots, toch? Oeh, nice. Ja, daar beetroots. Ja, ja, ja. Varkens eten die dingen. Varkens? Ja. Eet die beetroots? Ja. Oh, dus die komen ook niet op wheat af, toch? Nee. Ah, oké. Okay. Dat wist ik niet eens, joh. Dat zijn die pro-tips van Omi. Hier staat nog heel veel en mijn inventory zit vol, dus dat skip ik mooi even. We gaan lekker naar binnen. En ik heb zoveel comments lopen doornemen, maar heel veel mensen hebben een beetje dezelfde tips achtergelaten. Jongens, kom even met nieuwe dingetjes. Dat zou ik super chill vinden. En er was één tip die voorbij is gekomen en daar was ik zo blij mee. Dat laat ik nu gelijk even zien. Eerst even al mijn shit hierin dumpen. Zo, very nice. Kijk, dat is het volgende. En je doet even mooi die bloemetjes erin. Heb jij blue dice. En dan ga je naar de kat toe. Oeh, kijk, kijk, kijk. Hij heeft nu een mooie rode halsband. En hij is blauw. Wauw. Wauw, wat een geweldige uitvinding in Minecraft. I love it. I fucking love it, man. En Omi is bezig met, wat is dit? Oh, dit is een onderverdieping. Oké. Very cool. Weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker minen. Want we hebben nog steeds geen diamonds gevonden, jongens. Het is toch bizar. We hebben gewoon geen enkele diamond. En we hebben ook heel weinig iron. En we hebben gewoon alles heel weinig. Dus ja, we moeten gewoon even lekker gaan minen. Ik ga trouwens ook gelijk even broodjes maken. Want ik heb wel zin in brood. Zo, let's go. Lekker 6 broodjes. Very nice. Oké, Naomi, ik ga er van tussen. Ik ga lekker minen. Oh, dat zie je naar beneden. Let's go. Hoppakee, in het water. En jongens, ik heb eindelijk de trap gefixt. Ik laat het gelijk even zien. Maar dit is best wel heel vet geworden. Ik heb hem een paar keer heen en weer laten gaan. Dus hier ga je weer omhoog. Yes. En dan even omhoog sprinten. Ja, dit gaat zo belachelijk snel. Je bent zo weer helemaal boven. En dan hier even omhoog sprinten. En dan gaan we hier even links. Kijk eens aan. En we zijn weer boven. Yo. Het is gewoon bijna van bedrock en weer naar boven. Hè? Dat is toch best wel insane. Nu ga ik weer naar beneden. Let's go. Oké, top. Nou, we gaan diamond zoeken. Welke kant zal ik opgraven? Ik ga gelijk, denk ik, hier beginnen. We gaan gelijk aan de bak. En ik hoop natuurlijk dat ik lava tegenkom. Dat, nou, bij lava zit heel vaak diamonds. En wij willen die diamonds. En ik vind alleen maar kool. En kool is hartstikke leuk, hoor. Maar ik heb even helemaal geen zin in kool. Ik neem het toch mee, ja. Want ik kan het niet... Oh, mijn pickaxe is nu al stuk. Oké, gelukkig heb ik er nog 4. Oh, lava. Oké. Ik wist dat hij ergens zat. Maar we hebben het gevonden. Hopelijk vinden we nu ook diamonds. Denk jij ook dat ik diamonds vind? Klik dan op het duimpje omhoog. Oké, ik heb alle kool gehakt. Oh, goud! Er zit gewoon goud achter. Oh, yo. En lapis, wat is dit? Yo, wat? Ik heb de goudmijn gevonden, Naomi. Alles zit hier op één hoopje, joh. Wat is dit? Is het de allereerste keer dat ik lapis vind, trouwens, in deze server? Daar krijg ik trouwens ook heel veel vragen over. Van, yo, waarom? Hoe zit het nou? Wie zit nou bij wie op de server? Ja, ik heb een servertje gemaakt en daar zitten nu heel veel YouTubers op. Zoals Don, Rudy zit erop. Misschien Duncan, weet ik nog niet zeker. Link en Joost misschien. En Royalist, ik ga er ook op spelen, heb ik gehoord. Dus het is best wel leuk. Met z'n allen lekker knus als YouTubertjes op Minecraft server. Wie wil dat dan niet? Oké, top. We gaan hier even loeren. Ik hoop wel dat dit een grote cave is, want het ziet er weer heel klein uit. Oh, diamond! Diamond! Nou, meer, ik heb diamond. Yes! Yes! We kunnen stoppen met Minecraft. Ik heb diamond gevonden. Holy shit. Very cool, very cool. Maar, oh, oké, ik ga nog niet hakken, want dit is echt heel erg gevaarlijk. Want je ziet het, er zit geen cobblestone onder. Er zit helemaal niks onder, dus het kan zo allemaal weggaan.
Dus we moeten dit lava allemaal weghakken. We hakken dit allemaal even weg. Oh, er zit vast, maar zit hier letterlijk maar één. Are you kidding me? Hier zit één diamond. Nee! Oké, okay, we hakken het even helemaal mee. Zit hier echt... Oh my god, er zit echt één diamond. We kunnen niet eens een pickaxe maken. Oh, you... Oké, okay, ik heb diamonds. We kunnen hier niks mee. We kunnen hier helemaal niks mee. Er zit letterlijk maar één. Dat heb ik echt nog nooit gezien, volgens mij. Meestal zitten er echt wel drie minimaal. Ik graaf er toch nog even omheen, want vaak zie je toch wel dat er ergens anders nog wat zit. Maar zo te zien hier niet. Oh, lava. Oep. Oh, nee. Het is er maar één, schat. We hebben maar één diamond. Ik dacht echt dat er wel meer zaten, maar er zit echt maar één. We gaan verder zoeken. Let's go. Misschien zit er wel meer in deze... Oh, ik zie wel iron. Very cool. Iron hebben we namelijk ook echt een tekort. Dan vraag me niet hoe, maar we hebben gewoon te weinig iron. Het is bizar, toch? Het is bizar. En dit was ook alweer het einde van de cave. Wauw, ja, dit is wel heel erg teleurstellend, hoor. Nee, ik dacht eindelijk dat we lekker een pickaxe konden maken. Maar nee, het zit er vandaag even niet in. Nou, ik ga nu gewoon één lange gang graven naar voren. En we zien wel... Oh, ik zie weer lapis. Ik zie letterlijk weer wat. Oh, wat leuk. Oh, ik hoor water. Dus we zitten waarschijnlijk weer bij een cave. Ik ben nog maar net aan het graven. Ben je nou een helemaal... Wacht, ben je nu een soort van kelder aan het maken? Ja. Ben je nou nog steeds mee bezig? Ja. Oeh, oké. Ik ben heel erg benieuwd als ik terugkom wat je dan hebt gebouwd. Oké, ik heb weer iron en redstone. Very cool. Oké, waar zit dat water? Oké, ik schrok me dood. Ik hakte mijn eigen torch weg. Dat was niet echt slim. Oh, kijk eens aan. Een andere cave. Ja hoor. Oké, ik ga niet even een torch op, zodat ik weet waar ik ben. Maar dit ziet er veelbelovend uit, jongens. Dit ziet er heel erg veelbelovend uit. Oké, laten we die lava eerst even weghalen, want dat is heel erg vervelend. Oké, eerst de redstone even weghakken. Oeh, zit ook iron. Maar geen diamond. Ik zie weer geen diamond. Wat? Daar zit al een torch. Daar ben ik blijkbaar al geweest. Oké, deze kool laat ik even zitten, jongens. Het zit onder het water. Daar heb ik even helemaal geen zin in. Oké, we gaan even omhoog. Even loeren, hoor. Even loeren of kijken of hier iets zit. Hier is een torch opgang. Ik snap hier niks van. Twee torch. Van wie is dit? Dat kan je natuurlijk... Oh, wat? Hier ben ik blijkbaar geweest of zo. Maar ik denk niet dat ik dit ben, want hier zit nog kool en dat heb ik niet meegenomen. Oh, een creeper. Oh, shit. Laat hem komen. Yes, ik heb hem. Let's go. Oké, hier ben ik dus al geweest. Ik ga het water even weghalen, want dat is heel erg vervelend. Zo, dat is weg. Ik ga toch nog even kijken bij het lava. Misschien zit hier toch nog wat meer. Dat weet je natuurlijk nooit. Oeh, wacht. Ben ik hier al geweest? Ja, ik zie daar cobblestone voor mezelf. Yep, oké, we komen weer uit bij hetzelfde poeltje. Dit wil ik allemaal even lekker hakken, jongens. Maar we hebben natuurlijk geen diamond pickaxe. En dat kan niet met een iron. Want ik wil ook naar de nether, dus we hebben echt obsidian nodig. En dat is, dat is noodzakelijk. Oh, zit ik nog weer bij een cave? Oh my god, ik vind wel veel caves, hoor. Ik hoef er niet veel... Oké, dit is echt... Dit is echt een cave van 3 breed. Maar ik hoor ook weer water. Waar hoor ik nou weer water dan? Dat zit hier toch ergens? Wel iron, very cool. En ik heb weer goud gevonden. Ja hoor, 1, 2, 3, 4. Oh, hier zit lekker wat goud hoor. Hier zit heerlijk wat goud. En ik heb weer een cave. We hebben er weer één. Ja hoor, zit hier dan dat water in? Ik hoor hier allemaal water. Ik weet... Oh ja, dat zit hier. Ja. Oeh, oké. Dit is volgens mij ook super klein. Oké, we hakken het. Oh! Hier zit weer lava. Oh, shit. Oké, je moet nooit op een blok staan als je het gaat hakken natuurlijk. Dat kon me dood zijn. Oké, let's go. Hier zit dus weer lava, maar dit is niet echt een soort van cave. Dus dat vind ik wel weer heel jammer. Volgens mij is dit echt extreem klein. Kijk, is het toch iron? Nice. Oeh, we hebben goud gevonden. Ja hoor, maar wederom geen diamond. En ik kom hier maar voor één ding. En dat zijn natuurlijk de diamonds. Oké, dit kunnen we hakken. Dit is veilig hier. Top, top. Maar de cave gaat nog verder. Holy shit, dit is een grote cave. Wat? Oh joh, dat moest nog inladen. Oké, ik denk echt oprecht dat ik hier diamond kan vinden. Dit is zo'n grote cave. We gaan eens even hierheen. Come on, geef me die diamonds. En een creeper. Ik wil geen creeper. Nee. Oké, komt u maar. Ja hoor. Oh, hij is ontploft. Oké, dankjewel. En er komt lava. Nee. Shit. Oké, het is weg. De lava is weg. Even kijken hoor. Ik kan hier nog verder. Hier even wat bouwen. Wat? Waar gaat het? Oké, dit loopt wel dood volgens mij. Ja, dit loopt dood. Nee, het loopt dood. Ah, het enige wat ik doe is kool hakken. Kom aan. Ik ben hier helemaal klaar. Weet je hoeveel kool ik al heb? Ik zit trouwens helemaal vol. Ik zit echt bomvol. Wat moeten we even droppen? Ik zit echt bomvol. Even die hekjes droppen. Oké, hier zit ook nog een heel stuk van de cave. Ik loop hier eerst even erheen. Come on, zit hier dan diamond? Oh nee, ik dacht dat ik diamond zag. Nee, dat was een reflectie van het water. Nee. Ah, nee. We zijn een rondje gelopen. Nee. Geen diamonds hier. Oké, hier dan. Ben ik hier al geweest? Ja, hier ben ik ook al geweest. Heel erg jammer dit. Wederom geen diamonds. En
wederom een pickaxe die stuk is. Ja hoor. Tjonge. Ja, ik ben nu wel heel leuk aan het minen, maar ik kan niks meer tillen. Ik zit helemaal vol. Nou, we moeten even terug, pik. Even gauw terug. Even alle shit dumpen. Al dat steen, dat moet even hierin. Yo, wat heb ik allemaal? Wat is dit nou? Eerst even al het goud erin gooien. Oh, we hebben zoveel kool. Jee, maar gewoon 3-4 stacks of zo. Bizar dit. En een diamond natuurlijk. Redstone dust. Lapis. En iron ore is ook echt een flinke stack. Oké, ik gooi alle iron er even in. En flink wat kool. Ja hoor, top. Wacht, een oven gaat toch automatisch uit als het klaar is? Brandt het altijd door? Nee, ik weet het ook niet precies meer. Het gaat uit als klaar. Het gaat wel uit, hè? Oké, dat is anders in Ark natuurlijk. Dan brandt hij alles op. Dan gooi ik maar lekker alles erin. Very cool. Dan kunnen we nieuwe pickaxe maken. Yay. En we gaan weer graven naar diamonds. Kom op, nu wil ik diamonds. Oh, ik zie weer lava. Ik zie weer... Oh, nee. Shit. Oké, shit. Verkeerde hout. Ik heb hout. Je moet geen hout natuurlijk. Oh, come on. Zo. Hoe gaan we dit doen? We gaan hier even overheen. Dat is wel slim, denk ik. Aha. Kijk eens. Ah, zit hij hier dan diamonds. Oh, oeh, dit is best groot. Dit is best wel groot. Oké, weet je wat? Ik ga er even een mooi pad langs maken. Zo. Oh, ik zie wel lapis. Dat is hartstikke mooi en leuk. Dat wil ik. Ja, kom maar. Dit gaan we even lekker weghakken. Yo, ik ben ook gewoon level 23 al, hè. Holy shit. Als we nou die enchantment table even fixen. En wat boekenkast, hè. Dan ben ik binnen, pik. Oh, de flavas. Yo, er valt zoveel naar beneden hier. Holy shit. Oh, wacht. Zit die boven nog iets of niet? Ik denk het niet, maar ik hoor wel water. Even dit weghalen allemaal. Let's go. Hoppa. Oké, het water zit hier ergens boven. Ik ga gewoon recht omhoog hakken. Even kijken. Zit er iets? Nee, ik zie wel kool. Maar dan ga ik niet hakken. Daar ben ik helemaal klaar mee. Kom op, het moet hier ergens zitten, dat water, hoor. Ja, hier is het water. Let's go. Oh, shit. Dit moet dicht. Gauw dicht. Hier moet even een torch geplaatst worden. Zo. Oh, shit. Dit is een hele grote cave. Dit is echt een hele grote cave. Ja, ik heb veel te weinig torches, ben ik achtergekomen. Maar gelukkig heb ik wat van dit en wat van dit. Dus ik heb er weer heel wat bij. Oké, ik moet hier even iets bouwen, zodat ik weet waar ik heen moet. Zo, en dan plaats ik hier gewoon even wat torches. Zo, top. Oké, nou laten we dit even ontdekken, pik. Want, oh, dit is zo groot. Doe even normaal. Mijn pickaxe is weer stuk. Heel erg jammer. Oké, we lopen er eerst even doorheen. Ik check het plafond niet. Ik check puur even naar de grond. En als ik terugloop, dan zie ik waarschijnlijk wel... Oh, joh, dit is zo groot. Oh, oké, kom eens even hier. Dodge. Oh. Zo, die is hartstikke dood. Het is hier zo donker. Oké, die kool. Ik ben helemaal klaar met kool. Ik ga denk ik even niet meer hakken, hoor. Of toch wel, jongens. Ik kan het niet laten liggen. Die XP. Ik wil die XP hebben. Dan ligt ik echt gewoon 30 kool op één hoopje. En dat is zo vervelend. Je bent echt zo lang bezig. Yo, de kelder is af. Is de kelder af? Oké, very nice. Deze cave gaat hier trouwens heel erg ver door. Dus dit is super chill. Ik denk echt wel dat hij ergens diamond moet zitten. Ik zie sowieso goud. Nice. Oké, we gaan hier rustig even erheen lopen. Oeh, wat vind ik hier allemaal? Yo, hoe groot is dit gek? Oké, we lopen hier gauw even langs. En kill it. Yes, die is dood. Ik hoor allemaal zombies. Yo, wat zit hier allemaal? Hoe groot is dit? Oh, ja, kill elkaar. Goed zo. Kill elkaar. Goed zo. Yo, ja. Knal lekker op elkaar. Hey, yes, dankjewel. Dude, hoe fucking groot is dit? Oh, we gaan gelijk door met attacken. Come on. En even wat eten, want ik ga gewoon bijna dood hier. Even lekker dit goud hakken. Ja hoor. Oké, en we zijn weer bij lava. Maar zit hier diamond? Nee, hier zit geen diamond. Yo, dit gaat zo lang door, gek. Wat de heck? Wat voor laag zit ik nou eigenlijk? Ik zit op 15. Dit is de perfecte diamond laag, hoor. Nee, je moet naar 11. Nee, maar dit is een cave op 15. Hier moet ik wel ergens diamond vinden, hoor. En ik zie weer goud, jongens. Het gaat maar door. En het gaat maar door. Zo, ik ga even hier overheen bouwen. Yes. Oké, dit loopt wel dood, zo te zien. Ja, dit loopt dood. We hebben meer torches nodig, zie ik. Dus laten we even wat erbij fixen. En we hebben nog meer goud. Yo, je achter zit ook nog van... Oh, dude. Are you kidding me? Ik heb inmiddels al zo... Ik heb bijna al een stack goud, hè. En besef dat ik nog maar één diamond heb gevonden. En wederom hier beneden zit ook geen diamond. Oké, we kunnen nog één kant op. En dat is deze kant. Misschien zit hier diamond. I don't know. Come on, please. Geef een broer diamond. Maar even kijken, hoor. Ik ben nu op 26. Ik denk niet meer dat hier diamond zit. Nou, die bed moet even weg. Is heel erg vervelend. Ik loop hier gewoon even doorheen. Even loeren. Hoe lang gaat dit door, gek? Hoe lang gaat dit door? Nee, weet je wat? We gaan niet gelijk door, jongens. Ik ben helemaal klaar. Ik ga niet weer kool hakken de hele tijd. Dit loopt dood. Dan hak ik dit even mee. Let's go. Oké, we gaan hier even naar beneden. Even loeren. Oké, misschien kom ik wel zo weer terug waar ik begon, zeg maar.
maar. Dat zou goed kunnen. We gaan eerst even omhoog. Even het water stoppen. Oh, en een creeper. En een creeper. Ah! Oké, die gaat. Yep, die gaat ploffen. Ja, ik ben nu veel te hoog, joh. Ik ben al op 34. Ik moet hier weg. Even het water weghalen. Zo, dat is klaar. Hé, kijk eens aan. Oh shit. Weer een creeper. Nee. Kom eens hier. Oké, die is dood. Very cool. Waarom loop ik hier überhaupt erheen? Dit heeft allemaal geen zin. Hier vind ik toch nooit diamonds. Wat? Oké, ik hoor echt een vet creepy geluid ineens. Wat is dit, man? Wat de heck, joh? Die caves. Ik vind het maar niks. Ik vind het een beetje eng. Ik wil hier weg. Ik vind hier toch geen diamonds. Alleen maar stink iron en coal. Oké, ik zie daar een skeleton. Yo, waar kan ik nog allemaal heen? Ik ga... Oh, dit is zo groot. Ik wil maar niet dat zo groot is. Ik wil gewoon diamond. Het is tijd voor nieuwe torches. Let's go. Hoppakee. Oh, en weer een zombie. Ja hoor, komt u maar. Wat? Oh joh, ik heb een mijnschacht gevonden. Ik heb zo'n mijnschacht gevonden. Dit is super chill. Dit is very nice. Oh, dit is heel dope. Ja, die heb je wel vaker op deze hoogte volgens mij. Oh, wat doe ik? Plaats een sign. Dat was niet de bedoeling. Oh shit, dat was niet de bedoeling. Oké, laat die even erheen lopen jongens. En kijk, ik heb hier eerst al gevonden. Oké, dit stelt niet echt veel voor. Ik heb wel super veel kool. Wat rails. Ik heb wat torches. Niet echt boeiend. Beetroot seeds. Nou, die hoef ik neem ik eerst mee. Iron neem ik wel mee. En een name tag neem ik zeker ook mee. Oké, dat is al heel erg nice. Yo, het gaat hier ook naar beneden. Dit loopt dood, Jip. Dit loopt meestal altijd dood, zo'n ding. Zie ik dan ook... Oh, het is een creeper. Het is een creeper. Nee! Oeh, shit. Oké, de creeper is dood. Cool. Ik wil elke kist pakken die er is. Ik zie wat iron. Oh, ik pas weer een stink sign. Wat de heck. Oké, dit lava gaat even weg. Oeh, dit ding wil ik ook wel even meenemen. Als dat lukt. Yes, kom op. Lava weg. Zo, die hakken we even. Oeh. Even deur droppen. Een string. Wow, vet cool. Nee, weet je wat? Wat de fuck? Waarom zou ik die hakken? Het is allemaal niet zeldzaam, joh. Oké, ik kan hier nog naar beneden. Even kijken wat hier zit. Oh, ja. Kijk. Oh. Stink spiders. Stink spiders, let's go. Laat ze hakken. Kom op, hak ze. Nice. Oh, yo. Oh, hier zit een spawner. Hier zit letterlijk zo'n spawner. Oh, you kidding me. Dit nemen we gauw even mee. Let's go. Kijk, ik ga er doorheen hakken, jongens. Ik ga er doorheen hakken. Oeh, nee, ik ga dood. Ik ga hartstikke dood. Ik ga er niet dood. Oeh, shit. Oké, ik heb het dichtgemaakt. Ze blijven daar maar spawnen. Weet je wat? Ik ga gauw even wat eten. Want dat is misschien wel even slim. Oh, joh, dit gaat nog zo vet door. Dit gangenstelsel is zo groot. Nee. En nee. Oh, joh, ik ben bijna dood. Nee, ik wil niet dood. Naomi, ik ga dood. Echt? Misschien. Moet ik helpen? Help. Ja, waar moet ik heen? Weet ik niet. Dit gaat zo lang door, dit gangenstelsel. Ongelooflijk. Ik heb nog maar één kist gevonden, trouwens. Oh, een creeper. Oh, shit. Oh shit. Oh, de creeper ontploft ineens. Wat? Are you kidding me? Oké, we kunnen hier nog door. Hier zit gewoon letterlijk gras. Yo, hoe lang gaat dit door, man? We kunnen wel heel snel erheen lopen, hoor. En gewoon niks hakken wat er verder zit. Gewoon puur voor de kist even loeren. Kijk, ga hier naar beneden. Oh, hier zit goud. Hier zit goud. Oh, let's go. En die hakken we even dood. Oké, dit goud neem ik natuurlijk wel even mee. Er zit lekker wat goud. Holy shit. We zitten ook weer best diep, volgens mij. Ja, we zitten weer op 19. Holy shit. Even door de gangen. Yo, dit is... Het houdt niet op. Wat zit hier? Hier zit gewoon een bloem. Wat? Hier gaan we omhoog. Oké. En hier gaat het weer door. Yo, we sprinten er gewoon heen. Fuck it, ouwe. Oh nee, is het weer zo'n spider spawner. Nee. Doe maar niet. Nee, dankjewel. Zo, dat bouw ik mooi even dicht. Ik ga je soort even dwalen. Ik moet zo omhoog hakken, denk ik, jongens. Ben ik bang voor. Gaat maar door. Dit is belachelijk. Het gaat maar door. Oké, hier zit hier. Wacht. Ben ik hier al geweest? Dat komt me wel bekend voor, dit. Maar nee, hier ben ik vast maar niet geweest. Dit loopt dood. Oké. Oh nee, hier zitten er weer twee. Are you kidding me? Hier zit echt zoveel. Nee. Ik ga dood. Oh, ik heb mezelf weer gebouwd. Ik ben bijna dood. Gauw healen. Holy shit, hier blijf ik even lekker zitten hoor. Oh, come on. En kill ze. Kill ze. Tak. En die is dood. Nu die andere nog. Oh, nee, die stink skeletons. Ga nou even weg. Oh, hier zit letterlijk een spawner. Are you kidding me? Oh, yo, wat is pumpkin seeds? Die hebben we nog niet. Oké, lapis droppen. Oh, shit. Dit is niet goed. Oké, ik bouw je even dicht. Holy shit. Dit is echt super chill. Oké, we hebben een golden horse armor ding. Echt? Oh, mega chill. Oké, die gravel hebben we niet nodig. Oké, ik moet allemaal shit dumpen. Nee, oké, bones heb ik niet nodig. Oké, het spawnt nog steeds. Are you kidding me? Spawnt het nog steeds? Ik heb toch licht? Golden apple heb ik ook niet nodig. Oké, verder hoef ik hier niks te doen. Ik laat hier wel even die torches. Yo, dit is zo chill. Wat zit hier allemaal? Hier zit zoveel goud ook. Dit is de grootste cave die ik letterlijk ooit heb gezien. Ik ben echt al een half uur hier doorheen aan het lopen. Oh, wat shit. Oké, waarom bouw ik dit ook van hout? Dat is echt super dom. Dat is mega dom.
Oh, dit is toch gewoon absurd. Dit is toch niet normaal, jongens. Kijk wat hij allemaal zit, hè. Ik zit ook perfect op de hoogte, op 14, 13. Dus hier moet gewoon diamond zitten. Maar ja, hè, het zit hier gewoon niet. Het zit er gewoon letterlijk niet. En alweer een mineshaft. Are you kidding me? Hoeveel wat de... Oh, nee, ook weer zo'n spanner. Het zit hier echt bomvol, hè. Oké, ik neem alle iron nu wel even mee. Want waarom zou ik iron laten liggen? Dat is super zonde natuurlijk. Kijk, kool. Prima dat ik dat laat liggen. Maar iron? Nou. En weer een compleet nieuwe shaft. Let's go, dude. Hier zit ook nog iron. Awesome. En weer goud, jongens. Deze shaft. Het gaat vast maar door de hele wereld heen, zo wat. Hoe lang gaat dit door, gek? Kan iemand even in de comments laten weten hoe lang zo'n mijnschacht doorgaat? Want ik ben al... Oh, wat? Ik drop mijn pickaxe. Ik ben al zo lang al op zoek. En ik vind alleen maar goud. En geen diamonds. Oh, is het lava? Even weghakken. Ja hoor, top, top. En we kunnen weer verder. Oh, weer lekker wat shit hier. Waar komen al die zombies toch? Hou even weg, jongens. Ik heb diamonds. Ik heb eindelijk diamonds, Naomi. Ik heb eindelijk diamonds. Holy shit. Jongens, ik wilde deze video... Ik wilde gewoon op deze video puur focussen. Gewoon even minen, dacht ik. Maar het is gewoon echt een dedicated video aan minen geworden. Holy shit, man. 4 diamonds. Oké, dat is best veel. Toch even verder loeren nog. Misschien zit er nog wel meer. Nee, niet meer diamonds. Oké. Oké, zit ook een creeper hier. Als ik doodga, dan ga ik echt boos worden. Want ik kan dit niet terugvinden, denk ik. Huh! Oké, ik moet even eten. Oké, dit loopt dood, dit loopt dood. Nee, het loopt dood. Hier zit nog wat, dat hakken we ook even. Ik kan het niet oppakken. Ik heb geen pickaxe meer. Ik heb gewoon geen pickaxe meer, nee. Are you kidding me? We moeten gaan craften, jongens, let's go. Oké, mijn inventory zit zo bomvol. Wat kunnen we nog meenemen? Helemaal niks. Die power drills, die hoef ik niet. Dat is niet echt boeiend. Ik heb liever, iron ingot trouwens ook niet. Dus neem ik die power drill dus. Zo, even, ja, die dingen neem ik wel even mee. Oké, we hebben in totaal 5 diamonds. En dat is volgens mij perfect, want volgens mij kan je met 5 precies een pickaxe maken en zo'n enchanting table. Daar heb je volgens mij 2 voor nodig. Of 1 zelfs. Ik weet het niet eens. En ik weet het niet meer. Heb je er 2 voor nodig? Ja. Ik ben echt zo blij dat ik deze mineshaft heb gevonden. Holy shit, dit ding is zo belachelijk lang. Hier, dit gaat oneindig lang door. Dit is bizar. Dit is gewoon echt bizar. Ik heb nog zoveel niet ontdekt. Hier bijvoorbeeld ook. Hier zit ook weer van alles. Het verbaast me echt nog hoe weinig diamonds ik heb gevonden. Ik zou zoveel meer diamonds kunnen vinden. En ik heb weer goud. Volgens mij heb ik ook bijna een stack goud. En hoeveel goud heb ik nu bij me? 5. Yo. Dat is toch bizar. Hoe de heck moet ik trouwens de route terugvinden? Ik ben niet 100% verdwaald. Maar ik ga gewoon lekker omhoog graven. En dan komt alles goed. Oh, we hebben nog een nieuw deel gevonden. Ja. Oh. Ja, dankjewel. Ik heb echt maar 1 kist gevonden. Ik snap het nog steeds niet. Ik heb zoveel mineshaften ben ik afgegaan. Ik heb maar 1 kist. Die had ik gelijk ook in het begin. Oké, even dit beest killen. Hop, even dood. Even dood. Oké, we lopen gauw door. Op wat voor laag zit ik trouwens? Ik zit nu op 22. Ik denk dat ik hier geen diamond kan vinden, helaas. Oh, dit gaat zo lang door. Doe even normaal, gek. Oh, weer diamond. Ik heb weer diamond. Ja, eindelijk. Woe, let's go, dude. Oké, dit is 1. 2. Oh, dit zijn veel. Dit zijn echt veel. Oké, ik ga het even... dit zijn er echt al veel. Dit bedoelde ik, jongens. Lekker volharden. Lekker doorgaan met je ding. En dan vind je ook die diamonds, hoor. Ja. It pays off. Really nice. Ik kan gewoon een blok bouwen, joh. Oh, ik heb er 10 nu in totaal. Holy shit. Als ik nu dood ga. En wat nou als ik nu dood ga? Kunnen hier ook nog naar beneden? Is het slim? Ik ga even gauw dit nemen. Wacht, hier ben ik ook nog niet geweest. Dus hier ga ik ook nog even gauw loeren. Even wat iron hakken. Kijk, mijn inventory zit zo bomvol. Kijk, ik heb niet eens meer steen. Dit is echt alleen het steen waarmee ik bouw, hè. Besef, ik heb gewoon 4 stacks iron of zo. 1 stack gold. Oh, dit is bizar. De laatste iron die ik kan hakken. Ik kan letterlijk niks meer hakken. Of ik moet echt shit droppen zoals die mushrooms en zo. Kan ik wel doen, maar I don't know. Ik ga denk ik zo weer terug, hoor. Ook al zit hier nog zoiets veelbelovends. Hier wil ik wel even loeren eigenlijk, hoor. Is het hier gevaarlijk? Dat is de vraag. Okay, even gauw wat torches plaatsen. Ik wil gauw even die diamond run hier doen. Zitten hier diamonds. Hier zit geen diamond. Alleen voor de diamonds. Mijn pickaxe is namelijk ook bijna stuk, hè. Oh, hier zit ook weer een hele mineshaft. Het gaat oneindig lang door, jongens. Ik ben er helemaal klaar mee. Oh, shit. Ja, kill elkaar, please. Kill elkaar. Mooi, ja. Mooi. Ik ga even dit water ondertussen rustig weghalen. Ja, jongens, doe je de ding, hoor. Yo. Oké, succes. Laat mij even de finishing kill pakken, trouwens. Hop. Yes, en jou. Yo. Yes, en jou kill ik. Dankjewel. Oké, goud neem ik natuurlijk ook nog even mee. Kan ik dan weer goud meenemen? Oh, ik heb precies voldoende goud. Oké, ik kan ook geen goud meer meenemen. Oké, ik kan deze ene goud niet meenemen. Oh my god. Ik laat hem ook gewoon lekker liggen boeien. Oh, lapis, dat kan ik nog wel meenemen. Heb ik ook bijna. Ja, even kijken. Hoeveel kan ik hier nog van meenemen? We gaan het zien. Even koekeloeren. Ja, ik zit vol. Ik kan dit niet meer meenemen. Heel erg jammer.
jammer. Ik zit zo bomvol. Melon seeds. Die hebben we niet nodig. Torches. Kan ik nog wat meenemen? Ik kan vast wat meenemen. En die enchantment boek. Die wil ik 100% mee. Dus ik drop de gunpowder. Wat maakt het uit? De gunpowder. I don't need that shit. Oh, ik heb weer diamond. Ik heb weer diamond. Let's go. Hoppakee. Twee diamonds. Kijk, je moet altijd iets verder hakken. Iets verder hakken. En ik vind er weer twee. Holy shit, dude. Oh my god. Ik heb 14 diamonds inmiddels. Holy shit. Het houdt niet op. Het houdt niet op. Ik ben echt verslaafd. Dit is echt verslaafd. Om door dit soort mijntjes gewoon door te blijven lopen, hè. Mijn pickaxe is bijna stuk. En dan kan ik letterlijk niks meer doen. Dit loopt ook dood. Oh, lapis kan ik ook niet meenemen. Hier zit één gekke pool of zo. Ik weet niet wat het hier is. Zit die diamond onder? Nee, geen diamond. En dit loopt ook dood. Kijk, zo te zien loopt het hier wel flink dood nu. Alright, alright. Maar wat je vaak ook hebt, is dat je even hier opzij gaat graven. En dan vind je weer een mijnschacht. Dus er zit zoveel hier, joh. Dat is bizar. Weet je wat, jongens? Ik heb het denk ik wel gehad. Ik loop hier nu een beetje dom langs. Ik ben puur voor diamonds aan het zoeken. En het houdt me niet op. Ik blijf maar lopen. En ja, ik kom zo 100% eigenlijk wel weer diamonds zo meteen tegen. Ik zit iets te hoog nu. Maar als ik weer iets lager ga, heb ik weer diamonds te pakken, joh. Het gaat zo snel. Ik kan alle kanten op. Hier kan ik ook weer heen. En hier kan ik naar rechts. Loopt dit dood? Loopt dit dood? Ik weet niet of dit dood loopt. Ja, yep, dit loopt dood. Al die iron die ik nu gewoon ook skip. Hè, en besef. Oh, wacht. Ik heb een spot weer open. Weet je wat? Ik kan wel lekker hakken, pik. Oh, ik hoor een skeleton. Ik hoor een skeleton. Oh, tak en tak en tak. Die is weg. Ja hoor. Oh, een bloem hier. Wauw, een bloem. Oh, weer een kist. We hebben gewoon weer een kist te pakken, jongens. Let's go. En hier zit iron in. Heb ik niet superveel aan. Pumpkin kan ik allemaal pakken. Yes, die neem ik ook mee. En name tag. Kan ik die stekken? Oeh, die kan je stekken. Super chill. En ik heb weer goud. Ik heb weer goud. Maar dat goud... Ja, wat moet ik... Ja, ik kan het niet meenemen eigenlijk. Maar ik wil... Ja, ik moet het toch meenemen, hè. Het moet meegenomen worden. Weet je, ja, ik heb rotten flesh. Wat moet ik dan weer met rotten flesh? Ik doe even dit. En dan doe ik even dit. Ik moet even een overtje maken. Oh, wacht. Ik heb volgens mij net genoeg steen. Ik heb letterlijk gewoon te weinig steen. Besef dat. Even kijken. We gaan weer naar beneden. De kans dat ik hier diamonds vind is aanwezig. Ik ga het wel niet weer dood. Ik ga het dan niet weer... Jemig, man. Eén zo'n stinkbeest killt mij bijna. Oké. We moeten gauw eten. En een melon... Oké, melon erbij. Very cool. Oh, we hebben ook weer goud te pakken. Ja. Oh. Hier zit lava onder. Oppassen. Ik zit trouwens ook weer op de laag 13. Dus dit is perfect voor de diamonds. Wacht, ik heb een super slim idee, jongens. Ik heb echt een super slim idee. Daarvoor moet ik even opnieuw een crafting table maken. Zo doen we dat. Die plaats ik hier. En weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon allemaal blokken lapis maken, jongens. Hoe mega slim is dat? Dat scheelt mij enorm veel space. Hetzelfde doe ik gewoon voor redstone. Kijk eens aan. Hier, kijk hoeveel space ik ineens weer heb. We kunnen weer hartstikke veel meenemen. Ik ga even bij de lava loeren. Want misschien zit hier ook nog wel wat. Zoals lapis. Yes, got it. Oh, er komt lava hier nog niet. Oh nee, dat valt mee. Yo, ik moet die weg. Ik moet die oprecht weg. Want er zitten echt 3 creepers daar. En een spider. Kijk wat die zit, joh. Oh, yo. Oh, ja, ontplof maar lekker, joh. Ontplof alsjeblieft lekker. Doe het alsjeblieft. Oh, oké, ze zijn allemaal dood. Oh, er zit nog eentje, nog een creeper. Nee. Ontplof maar, want ik neem toch je gunpowder niet mee. Ja, dankjewel. Oh, jongens, mijn voet is ook op. Mijn voet is op. Zal ik doorgaan? Dit is niet slim. Ik kan alles kwijtraken. Ik kan nu alles kwijtraken. We kunnen nog wel gauw even loeren, hoor. Het kan wel. Hier zit zoveel. Nee. Weet je wat? Dan gaan we gewoon niet heen. Ik ga geen risico meer lopen. Ik ben er helemaal klaar mee. We hebben al zoveel ontdekt. Weg hier. Nomi, kom eraan, ja. Yay. En ik heb honger, ja. Ik heb eten nodig. Dus als je wat eten voor me klaar zou kunnen zetten, zou dat helemaal perfect zijn. Kijk, ik heb een konijn gekild. Ik wil namelijk echt iets eten. Even kijken. Rabbit, ja, dit. Het is rauw, maar dat maakt mij niet uit. Oké, zo, top. En ik ben er weer. Wauw, we hebben schapen en paarden. Nou, wat heb je allemaal gedaan, joh? Holy shit. Wauw, oh, gouden deuren dicht. Yes. Wauw, dit is wel echt mooi. Wat is dit? Een hok. Ja, ik moet eigenlijk nog een dak op. Een hokje. Je hebt een schuurtje gemaakt. Oh, dit is cool, hoor. Ik vind het heel erg cool, Nomi. Ja, wauw. En allemaal seeds en allemaal weed. Hier, kijk. Ik heb ook iets leuks voor jou. Pumpkin seed. Die kan je denk ik wel goed gebruiken. Die. Dat is ook iets leuks, denk ik. Heb ik nog iets? Nee, verder niets. Oeh, waar is ontspaard, trouwens? Ontspaard. Die zat er ook tussen. Is dat met dat zadel? Ja, het zadel heb ik eraf gehaald. Waarom heb je het zadel eraf? Hier, let op. Oh, I have golden armor. Yeah. Oh, yo. Ons paard is vet ziek. Ja. Wow.
Wauw, dit ziet er heel nice uit. Oh, je hebt broodjes gemaakt. Lekker, lekker eten. 32, oké, okay, what the fuck. Oké, okay, kom nou even mee en jij moet ook even kijken wat ik heb gedaan, ja? Oh, hier beneden wil ik ook even checken. Oeh, yo, je hebt gewoon een chess room gemaakt. Wat? Ja. Kom, volg me even, ja? Dan laat ik jou ook even wat leuks zien. Kom even achter het huis hier, aan deze kant. Je moet echt een keer leren die deur achter je reet dicht te doen. Oh ja, sorry. Dat doe je in real life ook al niet. Kom, gaan we even lekker de mijn in en dan laat ik jou even zien wat ik allemaal gedaan heb. En we zijn beneden. Eigenlijk moet het gat naar boven wel even weer open. Want kijk, dan kan je in één keer naar beneden vallen. Dit is zeg maar mijn geheime mijn. Als je deze gang valt, dan kom je bij een oneindig lange mineshaft uit. Ik ben er nog steeds niet helemaal doorheen. Die mineshaft is zo belachelijk lang. Maar kijk dit. Check de chest, ja? Kijk eens in de chest. Oké, ten eerste. 15 diamonds. 23 blokken. 26 blokken. Oké, hier. Pam, 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 pam. Hier, check dan. Dit is echt alles wat ik heb. Dit is zo bizar veel. Weet je wat ik nog even wil doen? Ik wil even een paar ovens gaan maken. Hoppakee. Yes. Let's go. Even kapot veel ovens. En dan ga ik even koekeloeren. Hier, tak, tak. En dan hier ook tak, tak, tak. Nog eentje erbij. Wil je even helpen om deze dingen allemaal te vullen? Ze moeten allemaal gevuld worden. Heb jij nou alles gepakt? Oh ja. Ik wil het ook doen. Je hebt de diamonds ook gelijk gepakt. De Omi. Blijf eens even van de diamonds af. Dit vind ik niet leuk. Geef het de ander. Ik zet je weer in de fik, hè. Kijk. Yo, oh, je pakt ook gelijk al. Je bent echt een gold digger, Omi. Je pakt gelijk alle diamonds, al het goud waar ik keihard voor gewerkt heb. Wat moet je met die diamonds? Nou, ik denk ik ga het mee naar boven nemen. Dan kan ik het boven opslaan. Nee, het moet beneden opgeslagen worden. Dat is onze geheime voorraad, hè? Oké, ik vul alle ovens nog even lekker goed aan. Het is wel mooi, die trap hier. Je kan gewoon niet verder. Nee, iemand heeft dat gesloopt. Oké, ik wil nog even iets leuks doen. Even koekeloeren. Dan ga ik even hier door dit hekje heen. En dan pak ik even wat wheat. Zo, even die en die. Ja, ga even je ding doen. En jij. En jij ook even. Goed zo. En jij en jij. Ik spam gewoon alles helemaal onder. Iedereen heeft zijn dingetje gedaan. Jij ook. Top. En nog meer schapen, jou hoor, en jij. Allemaal kleine schaapjes en koetjes. Ja, is toch top. We hebben wel even varkens nodig, schat. Die kan ik wel even gauw ophalen. Met wat ga je dat doen dan? Met die beetroots. Goed zo. Ik zag het. Ja, ik heb het van jou geleerd. Ik heb het van jou geleerd, hè. Oké, piggies hebben we natuurlijk dicht bij mijn huis. Hier zit er eentje. Hier zit er ook nog eentje. Ik wil nog gelijk even meer meenemen. Als ik er iets van 3 mee kan nemen, dan is dat allemaal perfect. Dus even kijken. 1 en 2. Ja hoor, kom maar hoor. Kom maar hoor. En hier nog eentje. Dat is nummer 3. Oh, wat? Hey, Naomi, doe even normaal. Oké, yo, kom maar jongens, kom maar. Waarom wil deze niet mee? Die wil niet mee. Oké, kom maar. Kom jongens, kom. Yo, ze zijn super snel afgeleid. Wat is dit nou? Jongens, kom even, blijf. Ja, je loopt te snel. Ja, ik weet het, ik weet het. Dit moet je op één manier doen en dat is lekker met F5 lopen. Want dan moeten ze in je beeld blijven en dan weet je precies dat je het goed doet. Kijk eens aan. Kijk, al die piggies daar, joh. Kom maar lekker in, varkentjes. Helemaal top. Ja, even doorlopen. Kom maar jongens. Ja hoor. Kom maar door, kom maar door. Yo, kom maar door. Yo, top. Oh, niet omdraaien, please. Blijf bij me. Naomi, help me. Doe de deur voor me open, please. Ja. kom maar, varkentjes. Kom maar, dikke varkens. Yo, kom maar. Naomi, doe je de andere deur ook even open? Hé, hey, wat doe je nou? Schat! Dit vind ik niet leuk. Je slaat er een. Die moet er wel bij. 3, ik wil er gewoon gelijk 3 hebben. Dat scheelt al 1 varkentje, 1 babytje. Dan gaat het iets sneller met die varkens. Yes, kom even binnen. De laatste binnenkomen. Ja hoor, top. Deurtjes dicht. Komt u maar. Ja hoor. En de laatste. En, oh, yes. Oh, ja hoor, ze hebben al een babytje. Leuk jongens, top. Nou, we hebben ook varkentjes erbij. Dit is zo makkelijk om dit te doen, joh. Ik dacht vroeger al dat het super moeilijk was, maar dit is echt super easy. Weet je wat, ik ga de schaapjes ook even knippen. Kom maar jongens, kom maar. Hoppa, nice. Weet je wat ik ook even ga doen? Oeh, ik kan die kleurstof blue dye. Ik ga er gelijk even dit schaapje even een blauwe kleur geven. Top. En dit, wacht, is dit een red dye? Oh, dit is een red dye. Super chill. Dat wist ik niet eens. Ik dacht, beetroot is rood. Daar krijg ik vast iets leuks van. Nou, dat krijg je ook echt. Super chill. Nice, de kat zit er natuurlijk ook nog steeds. Jongens, helemaal top. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik heb vandaag zo belachelijk veel gemijnen. Dus de komende aflevering ga ik alles doen behalve lekker mijnen. Want we hebben nu inmiddels zoveel shit. Dus we kunnen naar de komende 10 afleveringen denk ik wel even op vooruit. Ook al heb ik niet super veel diamonds met een maak. Niet uit. Klik op het duimpje omhoog, zou ik super leuk vinden. Laat alsjeblieft even tips achter in de comments, want daar heb ik heel erg veel aan. Tot de volgende keer, dikke doei en dikke later.